verband met Internationale Dag van het Kind op 1 juni wordt op zaterdag 1 en zondag 2 juni voor de eerste keer de Heritage Kids Beurs georganiseerd. De beurs wordt gehouden in de beurshal op het KKF-terrein. Op die dagen zullen diensten en producten ten gunste van het kind aangeboden worden. Het doel van de Heritage Kids Info Beurs is dat er dus een platform gecreëerd wordt voor bedrijven, instanties, verenigingen en overige dienstverleners die als het ware een product of dienst verlenen aan kinderen. En het doel is dus dat ouders en verzorgers breed geïnformeerd worden over het aanbod van diensten en producten bestemd voor het kind. Nou, het initiatief is namelijk ontstaan doordat er een gap geïdentificeerd is voor ouders, verzorgers die vaak genoeg niet weten welke activiteiten ze kunnen ontplooien met hun kinderen. En op basis daarvan is er een research gedaan en dus veel gesprekken gevoerd met gezinnen, met ouders. En blijkt inderdaad dus dat er een vraag is dat men beter geïnformeerd wordt. En zo is het idee dus ontstaan waarbij verschillende bedrijven in kaart gebracht zijn die dus een dienst of product verlenen voor kinderen in de leeftijdsklasse 0 tot en met 14 jaar. De beurs wordt op 1 en 2 juni aanstaande georganiseerd in KKF. En het begint om 14:00 PM en het verloopt om 21:00 PM. De opzet ziet er namelijk als volgt uit. De beurs zal in verschillende secties ingedeeld worden. We hebben 20 categorieën waarin de beurs is opgesplitst. We denken hierbij aan education, ICT, milieu, gezondheidszorg, art and craft, music, noem maar op. En het is dus de bedoeling dat deze bedrijven gecentraliseerd zijn en het dus makkelijker is voor iemand die op zoek is naar informatie over sport. Er zullen verschillende takken van sport aanwezig zijn. Dan weet je van, ik moet in de open buitenhal terecht. En dus zo gaat de setup eruit zien. Wat zo leuk is op de beurs, is dat we als organisatie 3 kids-entrepreneurs in de leeftijdsklasse 8 tot en met 14 jaar de gelegenheid geboden hebben om de gemeenschap te informeren wat ze allemaal al ondernemen. Wij stimuleren namelijk ondernemerschap. En als deze kids-entrepreneur op de beurs staan, is het de bedoeling dat ze andere kinderen ook inspireren, maar ook ouders, om hun kinderen te stimuleren die al bezig zijn met ondernemerschap. We hebben dus 3 kinderen, zoals ik dat eerder zei. We hebben Giva. Zij is 11 jaar oud en ze maakt armbanden en kettingen. We hebben daarnaast ook nog een kleine kok. Hij bakt, hij kookt. Dus dat alles op bestelling. En we hebben ook een heer, hij is 14 jaar, hij is zeer creatief. Hij kan vliegtuigen bouwen, allemaal art en craft dingen wat hij maakt. En hij zal dus ook de gemeenschap daarover informeren. Dus hierbij roep ik ook de gemeenschap op om aanwezig te zijn om ook deze kids-entrepreneurs te ondersteunen. Maar ook om op de beurs te komen om breed geïnformeerd te worden over het aanbod van diensten en producten bestemd voor het kind. Wat zo leuk is op de Kids Info Beurs is dus dat de exposanten naast het verstrekken van informatie ook aandacht zullen besteden aan de kinderen. En op een creatieve manier ervoor zullen zorgen om hun product te kunnen promoten. Bijvoorbeeld de ICT-bedrijf heeft dan verschillende workshops uitgewerkt om te kunnen presenteren. En dat de kinderen dus ook interactief bezig zijn. Ook de secties art en craft, ook de bankinstellingen die aanwezig zullen zijn. Dus kortom, het wordt heel interactief bezig zijn, maar tegelijkertijd kunt u ook informatie winnen. De mogelijkheid tot bijvoorbeeld het inschrijven bij een sportschool en verschillende bedrijven zal ook aanwezig zijn. Op 1 juni aanstaande zullen we ook speciaal aandacht besteden aan de geloofstudenten. Toets staat namelijk voor de deur en we willen deze studenten ook een boost geven. En ook tegelijkertijd de ouders informeren over de slagingsnormen. Wat kunnen de studenten allemaal verwachten. Dus om 16:00 hebben we dus een motivatiesessie gepland in samenspraak met het examenbureau, waarbij we ook de ouders, verzorgers zullen inlichten over de slagingsnormen. Dus heeft u ook een kind in de 6e klas, komt u dan samen naar de Kids Info Beurs en laat u zich informeren.